Ik ben op weg naar Ter Apel. Hier, ver weg van Den Haag, bevindt zich de grootste AZC van Nederland. Harry woont hier al zijn hele leven en heeft het dorp zien veranderen. In zijn ogen niet ten goede. Want dit is waar het allemaal om gaat. Ja. Dit is het AZC. Heb je hier dan nog een speciaal gevoel bij als je hier loopt? Nee, niks. Eén ding weet ik wel, het is veel te groot geworden voor zo'n dorpje. Dat bestaat niet. Hoeveel kunnen erin? Iets van 3000 hier, geloof ik. Nou, een dorpje van 10.000 inwoners. Als je zoiets creëert, dan moet je ook de boel onder controle houden. Ja. Anders moet je er niet aan beginnen. Nou, dat kunnen ze dus niet. Dus de ding is gewoon veel groter. Het ligt nog wel een eindje van het dorp af, viel mij op. Het is best een stukje rijden nog hier naartoe. Ja, klopt. Dus je zou toch verwachten dat ze daar ook niet zo makkelijk komen in jullie dorp? Nou ja, het is, daar is het centrum. Want je kan via daar, dan heb je het dorp al. Dus, ja, ja, en daar lopen ze dan heen? Ja, lopen ze heen. Of ze fietsen erheen. Of, ja, ja. Harry heeft Ter Apel onveilig zien worden. Er waren volgens hem zoveel problemen met bepaalde groepen asielzoekers dat hij met een aantal dorpsgenoten een burgerwacht heeft opgezet. Ja, er is zoveel ellende de afgelopen jaren. En dat wij eigenlijk als burgers, strapelen burgers, vonden dat we iets moesten gaan doen. Ja, dat gevoel hadden we ook allemaal. We moeten nu iets gaan doen. We lopen niet meer preventief door het dorp van zal er wat gebeuren. Maar we gaan nou echt op meldingen af die we krijgen in bepaalde buurtappen van nou ja, het heen of maakt niet uit waar. Okay. Je hebt allemaal een buurtapp en daar ga je dan op af. En wat komt daar dan zo al voorbij? Inbraken, poging tot inbraken, autokraken, bedreigingen, overvallen. Waar ga je daar dan zelf op af? Gaan we er zelf op af. We hebben zelf 3 weken geleden nog een auto-inbraak gehad in onze eigen auto. De hele straat, de hele straat moet ik niet zeggen, maar dat is een aantal mensen waar ook bij is ingebroken. Diezelfde avond. En hoe weet je dan zeker dat de mensen uit het AZC zijn die dat doen? Omdat ze ook op camera staan. Ja. Maar als je dan kijkt, ook in het dorp, hoeveel mensen camera's hebben. Er zijn zelfs mensen die hebben honden aangeschaft. Dan kun je toch niet gaan ontkennen dat hier iets gebeurt. We hebben hier in het dorp, we hebben politie, we hebben marechaussee, we hebben 4 straatcoaches. Handhaving. We hebben onze eigen handhaving en we hebben winkelbeveiligers. Ja. En de lende gaat gewoon door. Ja. Ja. We zijn weer aan het zoeken met elkaar, jongens. Politie. Waarschijnlijk een inbraak of zo. Ze zijn druk aan het zoeken. Dus als je een beetje mazzel hebt, dan krijg je nog een beetje actie. Wat is die overlast waar jullie het dan over hebben? Die komt voornamelijk van het AZC? Ja, en dan hebben we het niet over echte vluchtelingen. Want daar praten wij helemaal niet over. En daar heeft niemand van ons ook maar enig iets op tegen. Dit gaat dus eigenlijk over de veilige landers. Ja, de radaraaiers. Ja, Noord-Afrikanen. Noord-Afrikanen? Ja. Van alles. Ja, Algerijnen, Marokkanen, Tunesiërs, Libiërs. Zijn ook de grootste lastpakken eigenlijk hier in het centrum. Ja, de Noord-Afrikanen. Dit zijn de Noord, over het algemeen. Die hier eigenlijk helemaal niks te hebben te zoeken. Dat zijn niet vluchtelingen voor een oorlog? Of? Nee, echt niet. Nee? Nee. Ik bedoel maar, de echte vluchteling die gedraagt zich wel netjes. Ja, is daar zo'n groot verschil tussen? Ja, daar heb je geen last gewoon van. Gewoon hartstikke leuke mensen zitten daar gewoon tussen. En ook als je die verhalen dan hoort, dat is gewoon heel schrijnend. Ja. En daar hebben wij het ook. Maar dat is ook gewoon heel lastig. Dat je je altijd maar moet verdedigen van wij zijn geen racisten. Hoor je heel veel vanuit Politiek Den Haag, maar ook in de media is het toch ook wel veel van, ja, dat zijn mensen in Ter Apel, een beetje de not in my backyard syndroom. Die moeten de vluchtelingen niet. Hè? Hoe luisteren jullie daar dan naar als je dat hoort? Die nemen niet serieus. Nee, ik vind zelf dat ik heel ruimdenkend ben. Alleen wat er nu gaande is, al jaren, is dat wij zijn strijdbaar geworden, omdat we gewoon zien dat ons hele dorp, grof gezegd, naar de kloten gaat. En dat is iets, dat
kunnen we en dat willen we gewoon ook niet accepteren. En niemand helpt ons. En daarom zijn wij steeds strijdbaarder geworden. Harry en zijn vrienden van de burgerwacht in Ter Apel voelen zich niet gehoord door de overheid in Den Haag. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze steeds rechtser zijn gaan stemmen. Wat hebben jullie de laatste keer gestemd? PVV. Ja, wij hebben PVV gestemd. PVV. Ja. Waarom dan? Nou ja, natuurlijk door de overlast wat je hier beleeft. Maar ik hoor jullie namelijk ook zeggen wel van wij hebben compassie voor de vluchtelingen die in nood zijn. Ja, maar als je PVV wil dat natuurlijk weer niet, hè? Die wil. Dat is ook moeilijk, hè? Want daar moet je ook een beetje je... Ja, je stemt op een partij en je bent het natuurlijk niet altijd helemaal eens met alles wat zij naar voren brengen en waar zij voor staan. Dus ja, dan moet je toch keuzes gaan maken. En in dat geval was voor ons de PVV wel het meest gunstigste, omdat die dan in dat opzicht het meeste voor ons zouden kunnen betekenen. Ja, die zou het meest gaan werken aan jullie probleem. Ja. Wie moet je dan? Ja. Je moet toch ergens op stemmen? Ja. Kijk, Fortuyn die zei het toen al, het hele land gaat naar de kloten. Nou ja, hij heeft van gelijk gekregen. Ja. Het land gaat ook naar de kloten en dat wordt alleen maar erger. Ja. Dus als Fortuyn er geweest was, had ik nog wel op hem gestemd. Nou ja, die is er dan niet meer. Nee. Maar waren jullie ook al rechts georiënteerd voordat het AZC er was eigenlijk? Ik interesseerde me helemaal niet voor politiek. Nee. Ik heb nooit gestemd. Ja, PvdA altijd, omdat mijn vader stemde. Dat is hier wel veel, hè, PvdA. Ja, dat gold voor ons ook. Ja. Dat was bij ons eigenlijk ook zo. Eigenlijk waar je ouders toen de tijd op stemmen, daar ging je gewoon een beetje mee. En dat was altijd dus eerder links? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de stem is nu dus eerder een wanhoopstem. Ja, dit is wanhoop. Ja. En wat zou je politiek nu moeten doen? De grenzen sluiten. Opvang in eigen regio. En voor de echte mensen die niet in eigen regio op kunnen vangen, omdat door hun gehaatheid of wat dan ook, die zijn welkom. Ja, ja. En verder echt grenzen dicht? Ja, het loopt tot de klauwen uit. Dat, 15 miljoen mensen, dat liedje. Nou, waar zit me nou op? 18 miljoen al, geloof ik. Ja. Maar ja, we zijn ook een tolerant land, toch altijd willen we zijn. Jij wil ook een tolerante man zijn, toch? Ja, ze zijn zo tolerant dat de inwoners zich gewoon laten bestelen. Zo tolerant zijn we al. Nou, dat hebben ze mij wel de verkeerde. Dat is niet de bedoeling, denk ik. We zijn te tolerant. Ja? Ja, vind ik wel. Baal je dan ook soms dat je noodgedwongen of door realisme zo geworden bent, zoals je nu bent? Ja, ik ben zoals ik ben, dus ik weet niet hoe ik geworden was als dit niet gebeurd was. Dus ja, zeg maar. Je vraagt me naar een oplossing. Nou, die oplossing die moet er komen. Dus ik geef gewoon een paar handvatjes. En komt die oplossing er ook, denk jij? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Dit is allemaal zo gecreëerde rotzooi. Ik snap er geen zaak van. En ze laten het allemaal maar gebeuren.